zou die in oktober weer komen? Nee, dat, ja, groot, wat Sjaan schrijft, het grote verschil is haast niet mogelijk. Nee. En dan dat komen ze na de pauze. Ik ben Joop Schotman, ik ben 65 jaar. En ik ben oud-tuinder. Ja, wij hebben hier een komkommerkwekerij gehad. En naast de rozenkwekerij. En ik heb als hobby succulenten planten in de ruimste zin. Dat is, betekent cactussen en succulenten van over heel de wereld. Mijn functie is voorzitter. Ik ben sinds een jaar of vijf voorzitter, van, overgenomen van Hans van der Kerkhof. En, wij hebben ongeveer 20 leden en daar ben ik dus voorzitter en inmiddels ook secretaris. Want er komen dus 10, 12 mensen en de vergaderingen worden bij mij in huis ook gehouden. En, dus er zijn niet zoveel bestuursleden. We hebben een penningmeester en de voorzitter en ik ben dan nu ook secretaris. Ik hou dus ook de administratie bij. Ja. We komen dus de tweede donderdag van de maand over het algemeen. Het hele jaar door, behalve de maand augustus. En dan komen ze bij mij thuis. Dan hebben we dus bijeenkomsten. Dan bespreken we wat er dus berichten zijn van de landelijke vereniging, waar wij dus een afdeling van zijn. En dan verder, dan hebben we dus of een spreker of we hebben fotoavonden van leden die dus een reis hebben gemaakt bijvoorbeeld. Of we behandelen iets over zaaien, over het verpotten, het, nou ja, wat nodig is om de planten goed in vorm te houden. De ledenopbouw is heel wisselend. We hebben dus jonge leden van rond de 30 jaar. En we hebben ook een paar zeer deskundige leden die dus al de 70 zijn gepasseerd. En eigenlijk zit de rest dus daar dus een beetje tussendoor. Ik ben Maya van de Pieterman. Een cactusfreak ben ik, lid van de vereniging Succulenta. Het lidmaatschap bestaat uit kennisuitwisseling en gezellig over plantjes praten, een gezellige avond. We nemen vaak plantjes mee, er is altijd een loterij. Mijn specialiteit zijn hooggebergte planten. Hooggebergte planten uit de Andes van Zuid-Amerika. Daar heb je dus verschillende geslachten. Onder meer dus de Sulcorabutia, waar ik meer in gespecialiseerd ben. Die groeien ongeveer vanaf 2500 meter tot 4500 meter hoog. Dat is behoorlijk hoog. En daarna zijn er dus plantjes die nog hoger groeien. Dat zijn meer de Meriolobivia's. En dat zijn hele kleine plantjes over het algemeen. Ik ben begonnen met platte bakken, gewoon platte bakken. Zo begint iedereen een beetje hier een plantje daar. Ja, het probleem is alleen, dan moeten ze in de winter moeten ze naar binnen, want dan wordt het vaak te koud. Nu de laatste winters is het niet zo koud geweest, maar in de tijd kon het toch nog wel zo'n 10 graden vriezen. Dat is te koud voor ze. Nou, daarna ga je steeds verder uitbreiden. Toen kwam er uiteindelijk een klein kastje. En dat kleine kastje werd ook al gauw. Het probleem is met die plantjes, als je ze goed verzorgt, de kleine plantjes worden groot. En je krijgt er steeds meer. De ene cactus bloeit langer dan de andere. Je kan zeggen hoe groter de bloem, hoe korter de bloeitijd natuurlijk. Er zijn planten die hebben wel bloemen van 20, 30 centimeter. Dat zijn voornamelijk dus wel... nachtbloeiers, vaak witte bloemen. Je hebt bijvoorbeeld de koningin van de nacht en zo, die heeft hele grote bloemen. De bloemen van, maar die bloeien dan maar één nacht hoor. Die bloemen, de cactussen van mij bloeien ongeveer 2 à 3 dagen. Dat ook afhankelijk van de warmte. Als het, hoe warm het is, hoe meer verdamping, hoe gauwer ze dus uitgroeien. Een beetje mooi zijn. Het nut van een vereniging is in de eerste instantie het stimuleren van elkaar. In je eentje kan je iets doen wat voor hobby het ook is. Sommige mensen hebben daar voldoende aan.
Maar ik vind het leuk om kennis uit te wisselen met elkaar. Dus gewoon over plantjes te praten. Hoe doe je dit zus en hoe doe je dat zo? En kijk eens wat leuk en dat ziet er mooi uit. En laten we dat eens samen onderzoeken. En, ja, dat stimuleert erg. Dat is ook mijn taak eigenlijk in de landelijke vereniging. Mensen stimuleren, coachen, belangstelling wekken. Want het is echt een hele mooie hobby. Ik ben Kees de Wolf. Ik ben penningmeester van Succulenta Dordrecht en omstreken. En sinds 1995 ben ik lid. Ik heb een eigen kas. Ja, dus zowel thuis nog eentje, maar die zit wel door mijn vrouw in gebruik. Ja, en ik heb hier een kas kunnen huren, 750 vierkante meter. Ja, en daar geniet je elke dag van. Het is hobby, maar het is een officiële echte kwekerij. En ik probeer er ook nog wat geld mee te verdienen. Mijn liefhebberij voor deze soort is gegroeid doordat ik vroeger een hele drukke baan had. En ik altijd met planten bezig ben geweest. En dan was er weer een probleem op de zaak. En dan waren de planten dood. Toen was ik een keer op bloemenvaktentoonstelling in Alsbeer. En er stond een stand met hele mooie cactussen en vetplanten. En toen heb ik een foldertje meegenomen van Succulenta. En daar ben ik eigenlijk besmet geraakt. Ja, ik persoonlijk vind alle planten mooi. He, maar door deze dus wat gunstiger omgaan met de waterhuishouding, kan je af en toe ook nog eens op vakantie. He, en als je bijvoorbeeld een rozenkwekerij hebt, dan moet elke dag gesteeld worden. Ze gaan heel zuinig om met het water wat je geeft. He, en ze hebben zoveel reserves in zich, of in de bovenaardse gedeelte, of soms gewoon hele dikke wortels waar dan wateropslag is. Ik heb er bijna een dagtaak aan. Je moet planten schoonhouden. Je moet alert zijn op ongedierte. En ja, toch ook ramen staan vaak open. Dus er komt ook onkruid binnen. Dan ben je soms gewoon een middagje aan het onkruid plukken en verpotten. En ja, stekken, zaaien. Dus dan moet je weer gaan verspenen. Een tijdje later gaan ze weer in een wat groter potje. Ja, en dan komen de bloemen erin. En dat is mooi, hè? Nou, de kast die ik hier heb, die is toch professioneel opgezet. Dat wil zeggen twee hete luchtkachels die aangestuurd worden door een klimaatcomputer. De computer stuurt ook de scherming dicht, dus als het 's nachts te koud wordt, hè, dan gaat het een soort zonnescherm dicht. En als het over zomers te heet wordt, hè, dan gaat hij ook weer schermen tegen de felle zon. En dat wordt volautomatisch geregeld. Watergeven, dat doe ik door middel met een broes. Ik heb twee slangen, dat verdeeld over de kas. Dat is de achterste helft, daar zit achterin een tappunt. En dan voorin. Ja, dan ben je gewoon een uurtje aan het sproeien. Lid zijn van de vereniging is voor mij nog steeds zeer belangrijk. Je praat met mensen die op sommige punten heel veel verstand ervan hebben. En daarbij komt dat het ook een stuk gezelligheid is. In het verleden hebben we dat dan al een paar keer gedaan. Dat we dus met leden dus een excursies doen. En door het landelijke gebied, ook naar België toe. We zijn zelfs met een groep naar Zuid-Afrika geweest. Dat was ook ontzettend leuk. Zelfs twee keer dat we met een aantal leden dus naar Zuid-Afrika geweest zijn. De wintertijd is een wat rustige periode, hoewel er wel planten zijn die dus ook winters groeien en ook bloeien. Die heb ik dan vaak toch wel in de slaapkamer aan boven staan of in de kamer zelf. Want die kunnen dan ook meestal niet tegen de vorst. Ik hou mijn kastje dus op 10 graden. Ik heb daar speciaal een verwarmingsketeltje voor. Dat is wat verder wel een rustige periode. In het voorjaar dan heb je natuurlijk de meeste drukte van, ik heb veel planten dus buiten staan, de agave, de vetplanten, die staan bij mij heel de zomer buiten. En die moet je dan het voorjaar allemaal verpotten en wat nieuwe grond bij doen of in ieder geval helemaal verzorgen, oud blad weghalen.
En het zaaien, dat doe ik wel wat. Ik ben niet heel erg fanatiek in het zaaien van nieuwe planten, want dan heb je er altijd weer erg veel van over. Maar dat doe ik wel. En dat zijn dingen die doe je ook in het voorjaar en dan verspenen en proberen ze in leven te houden. Dat is soms wel moeilijk genoeg. De zomer is natuurlijk een punt van dat je dus toch wel vrij veel water moet geven aan toch wel deze droogteplanten die in de periode dat ze groeien toch wel vrij veel water nodig hebben. Maar in de winter dan hebben ze dus hele periodes, we laten ze dan vanaf september tot maart dan echt praktisch helemaal droog. Dus dan krijgen ze helemaal geen water en daarna dan gaan we dat langzaam weer opvoeren. En daardoor is dan het voorjaar weer de drukste periode, omdat je dan met regelmaat het water geven moet doen. De toekomst van de vereniging. We hebben nu een verschrikkelijk enthousiaste groep en ook gelukkig een paar wat jongere leden erbij, die dus ook zeer deskundig zijn. Dus ik zie het nu weer wat rooskleuriger in dan een jaar of 4, 5 geleden toen ik aan de klus begon. Het is op het ogenblik heel populair, de vetplanten en de cactussen, agave, kijk maar in het tuincentra. Dus ik heb eigenlijk wel een beetje hoop dat we toch wel met een groep van 10, 15 man, die dus actief altijd komen, dat we zo door kunnen gaan.